Hallo guys! Ik kwam inderdaad voor een idee om te gaan sporten met Marie. Oh, jezus, die krijg je helemaal mijn voeten. Ja, om met Balenciaga's. De mensen die dat deden lachten vroeger uit. Kun je nog een klein beetje lachen, hè? Dat ja. Dat je gewoon die dikke buik met de squats. Heeft iedereen het ook als je zwanger bent? Dat je gewoon hele rare woorden uitkraamt? Je bent wat directer. Ja, mensen vinden me veel gemener directer dan dat ik al was. Oh! Oh, we waren bijna dood. Nou. En nog veel voortaan. Ik heb een nieuw vriendinnetje. Zit jij nog met je smoothie? Kan je... Hallo guys! En girls. En de voornamelijk girls zijn. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Sorry dat wij de laatste tijd een beetje af en toe on-off vlogs hebben. Ik had het ook via Instagram gezegd waarvoor dat was. Dat was via privé omstandigheden met Frankie. Ik hoop hier later iets meer over uit te leggen. Maar tot nu toe heb ik daar nog niet echt heel veel behoefte aan. Omdat ik het best wel moeilijk vind. Dus daarvoor hebben we nu eigenlijk weer de vlog opgenomen. En we zijn ook nog steeds met één camera. Dus het is daardoor minder content. Dus af en toe vind ik het zonde om een vlog te uploaden van maar 10 minuten. Terwijl wij juist die langere vlogs leuker vinden. Dus laat daar ook eventjes weten of jullie dat ook leuker vinden. Wij zouden liever een vlog van 25, 30 minuutjes hebben. Dan en dan wel elke week. Vanaf nu gaan we gewoon elke week vloggen. In plaats van 10 minuutjes tot 15. Wij bestellen die camera gewoon en wachten wel tot de verzekering het terugstort. Dat is erg lang. Maar dan kunnen we in ieder geval veel meer content shooten en filmen. Dus dat is veel beter. Dus excuseer me. Ga je zien in deze week vloggen. We gaan gezellig naar Encore. Met sisters. En de boyfriend. Dus blijf gezellig kijken. Maar die geeft een update van haar. Zwangerschap met alle hormonen die daarbij horen. Jawel. Julie sleept mij mee naar krachtmeesters again. Om te sporten. Om te sporten. Ik krijg wat meer last van mijn onderrug. En het is goed voor je bekkeninstabiliteit. Dus ik sport nu één keer in de week met Jules mee. En het is best wel eigenlijk prima te doen. Het is wel heel zwaar. En ik ben daar niet te genieten. Nee. Maar als ik het die dag heb gehad. En met sporten lekker vroeg. We gaan van 8 tot 9. Sporten we donderdag. Bij Patrick. En dan heb je wel eens het gevoel van dat je echt iets goeds hebt gedaan. Ja. En de bevalling is natuurlijk mega zwaar. Lijkt mij. Conditioneel ook. Conditioneel. Dus je hebt echt wel ook wel goede conditie nodig. En ik denk ook als je nu lekker aan het sporten bent. Dat je dan veel meer lekkerder in je oude ritme komt. Als je bent bevallen. Denken wij. Dus goed, dat zijn we aan het doen. Dus ben je benieuwd? Blijf kijken. En voornamelijk blijf abonneren. Want we hebben 50.000 subscribers. We hebben een hele grote winactie. We hebben een hele grote winactie. 5. We maken 5. Ik doe gewoon veel 5. Ja, nul. Oké. Love Niners. Het is vandaag donderdagochtend. Het is nu 7 uur. 'S ochtends. Dat je vast afvragen wat gaat zij doen op deze vroege ochtend. Ik kwam inderdaad voor een idee om te gaan sporten met Marie. Aangezien ze last kreeg van haar rug. Allerlei dingetjes. Dus het is gewoon goed om te gaan sporten helemaal. Om een goede conditie te hebben voor de bevalling. Dus ik heb nu de auto. Maar omdat we één auto hebben moet ik haar eerder ophalen. Moet ik nog eerder op. En we beginnen van 8 tot 9 bij krachtmeesters. Bij Patrick. Te sporten om weer een beetje conditie te krijgen. Summer body. Als er nog summer is deze coronatijd. En voor de rest heb ik er eigenlijk geen zin in. Wel als ik klaar ben, maar nooit als ik erheen ga. En ik moet Marie ophalen. En volgens mij is Marie nog niet eens wakker. Die is natuurlijk wat moeier van een zwangerschap. Dus het wordt wat, maar goed. Ik sleep er mee, zodat de bevalling wat makkelijker gaat, zeggen ze. Als je een goede conditie hebt en goed aan het sporten bent. Maakt het uiteindelijk ook makkelijker om daarna af te vallen. Dus you owe me a lot, sister. Want nadat je bent bevallen moet je natuurlijk een beetje shape zijn. Voor de maat S. Die rok zit trouwens nog steeds. Dus ze is bijna 6 maanden zwanger, maat S. Oké, there's my car. Oké, daar komt Marie aan. Ik ben super benieuwd. Hoe zij zich voelt. Bonjour. Oh, kut, sorry. Je hebt het opgemaakt. Wat? Je hebt het opgemaakt. Ja. Hoe voel je? Moe. Goed idee van mij, hè? Nee. Koekje? Ja, dankjewel. Er zijn een andere koekjes. Verloren. Dat deden wel. Nee. Oh, die bel nou? Wie bel je het? Ik wil het ruim. Shit. Ik lag op de grond. Ik hou niet oké. Ik had geen sportschoenen. Nee, dat heb ik dus ook niet. Schoen ik jij aan? Ja, om mijn Balenciaga's. De mensen die dat deden lachten vroeger uit. Ja, heb je dit gevonden? Ja, dat lacht ik uit. Vond ik belachelijk. Het is ook belachelijk. Ja, maar ik kon gewoon echt geen andere jacht vinden. Ik kon geen sokken vinden. Ik draag naar mijn sokken. Koud hier in de auto, zeg. Ik wil warm gaan. Nee, ik doe denk ik die make-up erna, want anders zit het toch niet. Ja, maar ik krijg echt een rood hoofd. Ben je anders dan jij? Ik toch erna. Laten we als eerste afspraak. 11 uur. Oh jezus, die krijg je helemaal aan mijn voeten. Oh. Goed verhaal dit. Je lijkt nog wel heel wit met dit daglicht zo. Nog niet aan bed dan. Veel beter. Je hebt wel je oogjes open. Ja, gewoon niet geslapen of wat?
Toch maakt de baby. Ja, daarom. Maar dan zoef je het. Dat maakt dankbaar zijn. Ik het eten. Hm? Ik ga gewoon voor het eten. Nou, schat, als grappig, want we hebben ook één keer eerder gesport. Dat zie je al die dikke buik met die squats. Ja, ik heb dit deze nog in maat S aan, maar dat is niet best. Die broek. Ja. Je komt nu echt op het randje dat je geen maat S op past. Nee, niet van broeken. En strakke schoenen. Zo raar om zulke schoentjes bij jou aan te zien. Ja, dit is ook echt het enige wat nog in mijn kast hoeft, wat niet zo groot was. Ja, zoals ik de schoenen zien als een cliffhanger. Oh. Cliffhanger erbij. Het ziet er ook uit dat ik dit ooit heb gekocht. Ja. Ze waren toen heel knie, heel beet. Oké. Je moet ook even plassen eigenlijk. Vandaag. Is dat zo raar weer worden vandaag? Ja, ik geloof het, maar het weekend wordt mooi. Gisteren zijn ze het op dat Niels. Ze zei mij, hahaha. Wat? Ze dacht echt dat die van Niels niet is. Ze een grapje maakt dat ze vandaag zou regenen. Ik zei, nee, het is echt zo. Heb je meer dan weer? Hier, neem maar een kopje maar. Ik neem die. Oké, are we ready? Nee. En de hele vlogcamera. Over. Die andere camera die kapot is gegaan, krijg ik niet op de vergoedte. Nee. Dus, mami. Je ook een camera in. Zo wat zien. We hebben de order een nieuwe camera. Je geen gordel. Oh. Ze zeggen dus dat je de gordel anders moet doen. Ja, deze moet. Maar dan heb ik eigenlijk helemaal geen gordel meer. Ik wil in dit. Toch is coolen. Ja. Ik wil mijn gordel onder doen. Maar kan je een extra gordel bestellen? Extra lange lengte. Voor 6 maanden ben je niet meer dik. Jezus, Mina, jongens. Dan ben ik pek af. Maar hij houdt al rekening met je dat je zwanger bent. Mhm. Echt wel je oogjes. Heel zwaar wordt het niet. Het is sowieso meer wat ik normaal zou doen. Nou, ik zie je zo bij Patrickje. Ik zie jullie zo bij Patrickje. Volgens mij hebben we echt 10 minuten onzin gepraat. Jullie hebben ook alweer winterjas aan met bons. Ook wel een beetje overdreven hoor. Ja, maar regen keihard. Dus een regenjas aan, geen bontjas. Ja, de meeste mannen geen regenjas hebben. En vrouwen. Hi! Oké, we zijn al begonnen. Nee? En we gaan nu op het horrorbad. De leukste doen! Leukste oefening ever doen. De allervreselijkste nightmare: de bicycle. Ja, hou de schouders goed laag, hoofd iets naar achter, borst omhoog. Hou deze houding vast. Heup goed omhoog. Oké, dames, mogen jullie je been omhoog tillen. En weer langzaam terug. Even op de grond zetten. En dan breng hem weer omhoog. Ietsjes hoger, Marie. Ietsjes hoger. Laatste ronde. Is het nog een beetje goed vol te houden? Net aan. Hoe hard moeten we gaan? 56. Oké, hou hem 1 seconde vast boven. Kont aanknijpen. Oké, nog een klein beetje lachen. Hè? Dat ja. Marie, niet de 25 pakken. Hè? 10 kilo. Niet overdrijven. Oké, kleine upgrade. Gaan we. Rustig weer zakken. Strek uit, langs je oren. Kont aanknijpen. Ja, we hebben dus geen sportschoenen. Wij zijn dus van die typische typjes die dan gaan sporten met gewoon alles wat we nog hebben. Dus we sporten dan met de leggings van Reiners natuurlijk en die shirts. Maar de schoenen, wij vinden dat die sportschoenen ook meestal gewoon te plat of zo. Nee, maar ik wil ook daar mijn geld niet aan uitgeven, sportschoenen. Ik weet het niet. Maar ja, het moet wel gewoon, want ik heb nu gewoon op mijn, ja, heel erg, dat vind ik schande, op mijn trackrunners gesport. Maar dat ga ik niet nog een keer doen. Nee. Ik heb nu gewoon mijn Nike Air Max, maar het is ook weer niet goed, want je moet eigenlijk gewoon sportschoenen hebben als je gaat sporten. Dus en ook niet zo zwaar. We hebben heel veel zware schoenen. Wel heel goed voor je kuitjes, denk ik. Dus we maar we moeten gewoon even leuke sportschoenen hebben. Dus als jullie tips hebben, ik wil gewoon eigenlijk gewoon zwart. Gewoon leuk mooi zwart of nude. Geen verre kleurtjes. Nee, maar in ieder geval, dat gaan we nog kopen. We zitten er nu weer in, dus we gaan nu weer sportleren. Gaan nu weer ons best doen. Oké, zullen we net even de gezonde smoothie hebben net voor de gehaald? Was het een beetje vol te houden, krachtmeesters? Nou, zij stond best wel versteld van mij. Ik sta best wel versteld, want ik denk dat zwanger zijn überhaupt wel wat lastiger is. Je kan lastig hebben van misselijkheid, of dat je zeer moe bent. Maar Marie heeft daar momenteel 0,00000 last van. Ja. Dus we doen gewoon de goede oefeningen. Natuurlijk niet echt wat je normaal zou kunnen doen. We moeten geen rekening houden met de buik. Ja, we mogen geen rechte buikspieren doen, maar Patrick heeft heel veel zwangere vanaf heel veel. Die heeft ervaring met zwangere vrouwen trainen. En ook een verloskundige heeft tips gegeven. Dus wat ik allemaal doe en wat je voorbij ziet komen met vlogs, mag gewoon allemaal. En ik doe het nu. Wij zijn nu 3 keer geweest. Ja. En ja, weer donderdag, weer elke dag. We hebben het eigenlijk weer naar corona soort van weer opgepakt. Eventjes niet. Ik sportte wel regelmatig ook nog thuis. Ja. Maar ik moet weer een beetje in die flow komen. En omdat Marie nu best wel gezond aan het eten is voor de baby, doe ik met haar mee. Dus we eten ook iets minder vlees. Want we aten normaal heel veel filet en carpaccio. Maar daar ben ik ook iets mee aan het minderen. Om haar ook een beetje te supporten.
gluten en zoals je net zag, lekker smoothie van fruit. Dus we zijn wel op de healthy tour en we eten ook veel meer met regelmaat, ook met inkoopseizoen. Normaal gesproken aten we nooit ontbijt of lunch en nu doen we dat wel echt ook voor de baby, maar ook gewoon voor onszelf is het sowieso veel beter. Je wordt er ook energieker van als je hebt gesport, dus al met al, we gaan maar één keer in de week, hè? Dus we zijn geen topsporters. Nee, maar we letten tenminste wel. Ja, we zijn er wel mee bezig. Zo, hey, hallo. Het lijkt nu echt nog ochtend, maar het is inmiddels al bijna 10 uur in de avond. Het is vrijdagavond en ik ben lekker thuis. We hebben een hele drukke inkoopweek gehad, dus we hebben niet zo heel veel kunnen filmen deze week. Maar we hebben wel heel erg leuk nieuws, want... Nou, nieuws, voor mij nou. Dat zijn echt die hormonen, denk ik, die aan mijn woorden komen. We gaan namelijk morgen wel heel gezellig uit eten met Daan en Romee. Ik laat mijn honden trimmen. Ik ga naar een nieuwe auto kijken. En ik wil ook nog aan jullie even een update geven van de Baby Belly. Ik probeer even die touwtjes weg. Het is echt wel echt een hele dikke buik aan het worden. Je ziet hoe strakker de twins het komt te zitten, hoe meer het gaat doorschijnen. Ik draag namelijk nog steeds een maat XS. Is deze. En ik heb ze ook in een S. Dus misschien wordt het tijd, maar je ziet ook mijn buik, om een maatje groter te nemen. Dat zou wel handig zijn. Frankie wil altijd alleen maar naar buiten. Hebben ze jammer? En papa is eventjes weg. Dus die gaat wachten tot hij het dug is, hè? Nou, in de vorige vlog vertelde ik al dat ik mijn lampen weer terug wil. En ik ben er wel heel erg blij mee, hoor. Ik heb ze weer terug. Alles is nu een beetje grijs in mijn huis. Dus de grijze lampen. Ik heb grijze kaarsen gekocht. Ik ben ze even aan het opmaken voor mijn olifanten. Dat het iets meer allemaal één toon is. Nou, ik heb een grijze mand. Die lag eerst op kantoor. Heb ik ook weer even hierheen gehaald. Was veel beter bij het kleed. Ik heb grijze kaarsen ertussen gedaan. Dus dan is het allemaal wel een beetje meer één geheel. Met groen-grijs tinten. Ik heb mijn droge bloemen daar neergezet. Dus het wordt allemaal wel een beetje een geheel. En wat ook heel erg leuk is, wat ik vorige keer niet had laten zien. Ik verkoop natuurlijk de Reiners kussens. En ik ga ze niet allemaal zo laten. Maar ik vind ze wel heel erg leuk als zijkant. Sowieso voor de voor- en achterkant. Het is echt precies dezelfde kleur roze wat ik wil. Ik moet nog steeds hoeslagens kopen voor het matrasje. Maar ik ben al zo op tijd met alles. Dat mensen al zeggen van, hoezo heb je alles al? Maar ik kon gewoon niet wachten. En ik heb ook echt super lieve schoentjes gekregen en dingetjes. De baby heeft nu al meer kleding van anderen gekregen dan ik voor haarzelf heb gekocht. We gaan deze week ook even naar de IKEA voor een kast in de kledingkamer bij te zetten voor bij het babytje. Dat ik daar kleding van haar neer kan zetten. Want ik zal het even laten zien. Het is echt heel veel wat ze al heeft. Iets meer licht maken. Zo. Ik heb namelijk deze beeldige sokjes gekregen van mijn fabrikant. Zo lief. Echt, hier wil je toch 100 van? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Deze van Romee en Daan. Oh, ook zo leuk. En ik krijg onwijs veel kleding van klanten. Dit is ook allemaal nieuw. Echt stapels vol roze. Dit ook allemaal. Echt ongelooflijk. Dus ik kom eventjes door. Ik heb al de Reiners collectie bewaard ook in maat 2. Ik kon gewoon niet wachten. En alle knuffeltjes voor haar heb ik hier neergezet. En ik heb ook dit heel erg lief van de verkooppunt gekregen. Van Dodgers. Super lief. Mutsjes. Kijk hoe groot we de strik hebben. Heb ik ook even allemaal hier verplaatst. Maar dit zijn puur nog cadeaus wat ik heb gekregen. Ik heb niks nog zelf gekocht. Ja, 2 pakjes. Maar dat is het ook alles. Dus ze is mega verwend al. Door de verkooppunten, door familie, door vrienden. Echt super lief. Jill is druk bezig met de baby showers. Ik kan natuurlijk niet te veel over laten zien. En verder wordt het een hele leuke vlog, denk ik. Met heel veel variërend beard. Heeft iedereen het ook als je zwanger bent? Dat je gewoon hele rare woorden uitkraamt. Beeld bedoel ik. En ik had even een opvlieg. Ik had natuurlijk een twintig top aan. Maar ik heb heel even dit topje erop gedaan. Want het enige waar ik last van heb zijn opvliegers. Nou, als dat alles is, kan ik dit nog wel 4 keer doen als het me gegund is. Daarom ben ik weer een hele grote family. Lijkt ons het leukste. We gaan eerst maar even afwachten of dit allemaal oké gaat. En focussen op 1 baby first. Oké, maar hoe ver ben jij inmiddels? Ik ben nu 24 weken. Ik vind het heel gek om in weken te praten, aangezien ik makkelijker vind om in maanden. Het is maar 6 maandjes. Maar hun praten altijd in weken. Hun praten altijd in weken, dus ik ben er nu wel meer aan gewend. Maar we vonden het altijd. Toen ik dit altijd hoorde bij iemand anders, 24 weken, dacht ik echt van, hoe ver ben je dan? Heel vervelend. Kijk, op de band. Maar ik ben er staan. 6 maanden. Ik ga nu het laatste trimester in. Zo noemen ze dat, het derde trimester. En ik heb echt wel een... Oeh, baby belly. Kijk, ik heb echt wel een mooie baby belly. Tada! En het is ook heel hard. Ja. Maar het zit echt alleen bij de buik, vinden wij. Ja. Persoonlijk. En ja, bij de boobies. En boobies, jeetje. Dat is, ja, ik vind het leuker, maar die houdt nooit zoveel van. Nee, borst, ik heb nu niet behaast moeten kopen. Meestal droeg ik wel iets met vulling, want ik denk iets meer push-up effect. Maar zwangerschap heb je dat niet meer nodig. Het herkenbaar is, ik hoorde ook van een punt van mensen dat je voeten gaan groeien. Nee, ik denk dat je voeten gaan opzetten. Ja, maar dat je echt wel een grote maat overhoudt. Daarna? Ja. Ja, als je niet afvalt.
Dus tot nu toe is het bij mij alleen geluk op de buik. Ik ben nu 7 kilo aangekomen. Dus ja, ik weet niet of dat normaal is. Het maakt me ook helemaal niet uit verder. Nee, ik bedoel, je ziet of je eet gewoon gezond. We gaan niet echt op letten. Ja, kijk, 30 kilo zal wel heel extreem zijn als je zoveel aankomt. Dat is ook lastig om er af te krijgen, denk ik. Naar ervaring. Maar dat denk ik ook aan je of je vocht vasthoudt. Of dat je gewoon mazzel hebt. Ja, en wat je zegt, je bent niet misselijk, je bent helemaal niks. Ik heb ook geen cravings. En ik hou ook gewoon bewust gewoon niet heel veel. Enig wat je hebt is dat je af en toe niet meer uit je woorden komt. Ja, dat ik hele rare verzonnen woorden zeg. Dat heb ik normaal gesproken al. Ja. En maar dat zegt mijn moeder ook, dat had ik ook bij zwangerschap. Gewoon hele rare zinnen opeens, dat je gewoon niet meer kan praten. En wat anders aan jou is, dat je opeens niet meer kleur wilt in huis. Dat is het enige wat daar is juist veranderd. Heel blij mee. Dat het is allemaal nu grijs, het is mooi hoor. Maar het is niet typisch Marie nog, haar huis nu. Nee. Dus je bent wat rustiger in je interieurkeuzes nu. Je bent wat directer. Ja, mensen vinden me veel gemener en directer dan dat ik al was. Nou ja, we zijn sowieso al best wel direct in zeggen wat we willen. Maar nu zeg Marie nu heb zonder ik filter. Geen filter meer, dus... Maar voor de rest is mij die echt... Jij zei gisteren nog, ik heb echt vet mazzel. Als ik dan vriendinnen om me heen of kennissen... Die echt die zijn echt, echt hormonaal, ook tegen mijn vriend. Nee, dat heb ik gelukkig allemaal niet. Jij zegt juist blij met hormonen, want het huis is nu een keer rustig. Ja, en ja, hoe grote familie willen we uiteindelijk krijgen? Nou, als het ons gegund is, hè, dat is ook nog een vraag. Want ik ben nu met Jij was ik iets meer langer dan een jaartje bezig. Maar dat is wel gewoon normaal. Maar dan zou ik wel als financieel aan kan en eigenlijk een huis vindt ergens hier... wel 3 tot 4 kindjes willen. Ja. Wij zijn ook opgegroeid met een oudere zus natuurlijk en een hele grote familie om ons heen. Met heel veel nichtjes en neefjes, dus dat willen we wel een beetje voortzetten. En we hebben ook heel veel aan elkaar, dus je kan altijd ergens op terugvallen als je toch even wat slecht gaat met vriendinnen of weet ik veel wat. Je hebt altijd elkaar waar je kan sporten. Dus ik denk ook wel dat ik minimaal sowieso, als het kan, een jongen en een meisje wil. Ik denk dat iedereen het liefste wil. Maar ik denk wel minimaal 3, want wij zijn ook met 3'tjes en dat vond ik altijd wel heel leuk. En een 4e zou nog beter zijn. Maar we willen het gewoon wel, we wachten eerst even dit kleintje af en dan Jules zwangerschap, Romero zwangerschap ooit. En misschien heb ik wel weer een 2e als zij weer gaan beginnen. Maar weet je, als ik een kindje krijg, wordt het ook automatisch haar zusje of broertje. Ja, we zeggen ook niet nichtjes. Dat vind ik zo raar. Nee. Kindje krijgt straks heel veel mama's. Dat wordt heel close gewoon ook. Dus omdat, ja. Ook omdat er zoveel bij elkaar zijn. Dus dat zal automatisch ook al een zusje. Als het onze zus is. Dat is stinky. Kan je hier? Kan je? Ik krijg geen aandacht. Voor mensen die vragen, waarvoor kan je nooit alleen? Ik krijg dit. Stil maar. Mama is er nog. Mama is er nog. Dan kan ik Jill niet zien, dan wordt hij gek. Mama is er nog. We zijn er nog, Stink. We zijn er nog. Spijntje. Je zat gewoon op de bank. Je kon me gewoon zien. En nu is alles weer goed. Nou, dat was Stink. I'm sorry. Je kan het dus niet alleen laten, maar niet zelfs, zeg maar, als hij me dus niet ziet. Hij kon net niet over de bank heen kijken. Hij krijgt dan echt spontane paniek, maar dat is eigenlijk sinds die val zo gekomen. Dus we zijn al heel blij dat hij gewoon nu is hoe hij is. En dat dit dan het enige is wat hij nog heeft overgehouden. Ja. Goedemorgen, het is nu 9:00 en we gaan nu weg om de hondjes te laten trimmen. Lekker vroeg op een zaterdag, maar heb je wel meteen gedaan. Vanuit daardoor gaan we denk ik ook meteen naar mijn auto en even naar Babypark, want het zit allebei een warme vuur. Ik draag vandaag de nieuwe twinset van Reiners in het donkerbruin. En als je denkt, die heb ik echt wel heel vaak voorbij zien komen bij jou. Dat klopt, ik lever momenteel echt bijna elke dag in. Het zit ook gewoon heel erg lekker nu bij mijn buik, omdat hij nu echt wel groot wordt. En dit is ook onze nieuwste kleur van de Reiners collectie. En dat draag ik dan samen met het pradentasje. Hij is een beetje een andere kleur, maar dat vind ik niet zo heel erg storend. En ik heb nu ook een smoothie gemaakt voor mee te nemen voor mijn Jaime. En dan gaan we on the road. Stel scherp. Ik heb een nieuw vriendinnetje. Hallo. Hallo. Oh ja, zo lekker. Alleen maar bij mij zitten. Niet bij Jaime. Alleen maar bij mij. Oh, lief. Oké, ik ga je wel op dit bank. Alsof je het leuk vindt. Echt. Sherrytje. Sherry, die keert ze gewoon op. Kijk hier. Even kijken, van wie was die super lieve puppy bij de groomer? Oh ja, ik heb weer de hondjes laten trimmen en dit was Candy. En waar heb je ze laten trimmen? Bij Simone, Pomerian. Pomerian, Amsterdam. Amsterdam. En daar heeft zij dus ook natuurlijk altijd vanzelfsprekend ook zelf pommetjes. En dit was dus, lief, nou dit is echt, zij gaat gewoon alleen maar zo kijken. En zo. En je moet er echt optillen, want anders blijf je gewoon die kraaloogjes aankijken. Ik wil er eigenlijk niet meer meenemen, zo erg. Ja, je wil er bijna weer nog een hondje. Oh, ook door. Ja, dus nee, die blijft gewoon de hele tijd op je schoot zitten, dus de tijd gaat heel snel. Nu
Jullie weten dat wij al heel lange tijd Glam Glow Mask gebruiken voor onze huid en verzorging. Nu hebben zij een nieuw product gelanceerd. Dat heeft Jules ook in haar vorige make-up vlog meegenomen. Voordat je als je het hebt gemist. Glam Glow heeft dus een nieuwe moisturizer uitgebracht. En zoals je ziet ben ik hem aan het uittesten. Hij is nu wel een stukje tot hier is hij al gebruikt. En wij vonden het leuk om jullie op de hoogte te stellen waarvoor wij dit product zo goed vinden en waarvoor wij dit gebruiken. Dus vandaar dat we eigenlijk jullie meenemen in het proces van ons gebruik van Glam Glow. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ook er iets aan hebben. Aangezien ik zwanger ben, heb ik een hele rommelige huid. Het is gelukkig nu op z'n retour. En ik wilde dit keer goed mijn huid laten verzorgen en hydrateren. Dus nu heb ik Glam Glow nieuwe dag- en nachtcreme eigenlijk voor dagelijks gebruik. En aangezien ik al ver ben van een masker, wilde ik dit ook uitproberen. Tot nu toe bevalt het me heel goed. Ik gebruik het voornamelijk voor het make-up opbrengen. Dat ga ik nu doen. Nu doe ik het even in de avond, aangezien ik nu pas ga make-uppen. De hele dag lui gedaan. En voor als ik ga slapen dus. Het is dus een hydraterende dagcreme voor elke huidtype. Dus als je allergische reacties hebt, zoals ik altijd, en een gevoelige huid, is dit perfect. Het is eigenlijk gewoon voor elke huid beschikbaar. En het is dus ook een kokosgeur en het is roze. Dus what do you want more? Ik doe eigenlijk twee pompjes in mijn vinger. En dit laat ik wel eventjes inmasseren natuurlijk, dat het goed je huid voedt. En hierna breng ik eigenlijk mijn foundation aan, aangezien het dan veel makkelijker gaat om het uitsmeren. En dat ik dan toch wel een goede verzorging heb voordat ik mijn make-up aanbreng. Zoals je ziet gaat mijn huid al een beetje meer glimmen. Ik had ook heel veel vragen via Instagram hoeveel milliliter het is. Het is 75 milliliter. En ik heb het nu een maandje, dus je kan wel uitbreken dat het echt wel lang meegaat. Als je het gewoon twee keer op een dag gebruikt, net zoals ik. En ik heb voor jullie een leuk nieuwsje aangezien, Jill en ik fan zijn van dit product en sowieso van Glam Glow. Krijgen we met Reinders 15% korting op dit product. We horen heel graag wat jullie hier ook van vinden en of jullie het ook hebben aangeschaft en wat jullie opmerkingen zijn en of jullie er ook heel erg tevreden mee zijn. Ik vind het ook echt een super mega product, aangezien ik er geen allergische reacties van krijg. Hydratering, het is kokos en plantaardig, dus ik ben helemaal fan van dit product. Wil je het ook uitproberen met Reinders 15? Krijgen jullie 15% korting. Haal ons alsjeblieft even op de hoogte als je hebt aangeschaft wat jullie ervan vinden. Vind ik heel erg belangrijk ook. We zijn gezellig onderweg. Ja. En ik dacht, ik doe vandaag ook een eyeliner op. Aangezien we dan drie zusjes zijn. Ja. Hoe leuk. En de mannen zitten in een andere auto. Oh, we hebben zo... Oh, we waren bijna dood. Nou. Dani, doe er wat aan. Hij zag het, denk ik. Wow. We werden gewoon afgesneden. Ja, maar echt op het allerlaatste moment. Oh my god. Oké, nou ja, dat was dus bij... Kijk hem gaan. Dat was dus bijna ons laatste momentje van de vlog. Ga je dacht, we willen gewoon inhalen nog heel snel. Als die links gingen en ging gewoon voor. Ja. Ik wilde dus de mannen filmen, maar die zitten dus hier ook. Ja, we komen er zo wel langs. Zo. De vrouwen. En de mannenauto. En daar zijn de mannen. Ja, hebben jullie ons gemist? Onwijs. Ja. Is druk. Waar? Bij Encore. Gaan jullie nog binnen? Nee, stond ervoor. Ik ben helemaal gezellig. Gezel. Gaan we eten. Sushi. Pornstar Mark Chiddies! Kom vroeg! Kijk, ze twinnen. Allebei in zwart-wit. Ja, maar jij ook. Binnenkant. Ja, ik heb een binnenkant. Ik heb ook dat ik van mijn jasje. Wat een lekker weer! Lekker weer! Wij hebben honger. Wij hebben honger. Het is al 8:30. We zitten! Wat heb jij, Marie? Een mocktail voor Star! Doe ik zelf. Waarom moet jij lachen? Zo lopen. Nou, niet hetzelfde, maar wel heel lekker. Wel heel lekker. Kom op, wij zijn Donderdor. Cheers! Gezellig! Cheers, cheers, cheers! Cheers, cheers, cheers! Where's this? Love it! Lekker! Jill, doe even spreuken! Nou, wij hadden eigenlijk Romee dat Prada-tasje als cadeau gegeven. En ik had nog wat over al haar harde werk. Maar ze wilde die tas al zo lang. Maar ze had zoveel kosten aan haar eigen huis en gewoon een zaak. En wij zijn met z'n tweetjes. Dus wij dachten, nou weet je, we doen eens gek en we kopen die tas voor haar. En ik had ook nog wat Louis Vuitton laarsjes die ik persoonlijk niet zoveel draag. En die zij heel graag wilde hebben. Dus die hebben we ook gegeven. Dus zij zei, ja, wat, ik ga jullie betalen. Maar wij vinden dat een gekke iets als zussen zijnde om geld te vragen aan elkaar. Dus wij dachten, we vinden het leuker om tijd met elkaar te
kantoor te brengen. Om lekker te gaan eten. Ze hebben lekker bij een koor gedaan eigenlijk. Met de jongens erbij. Ja. Was super gezellig. Maar die was Bauer eigenlijk heel erg als de Ponzo Martini niet mocht. Maar zonder alcohol was hij echt. Hij was nog zelfs heel lekker. En je hebt geen kater of hoofdpijn. Dus ja, wij houden natuurlijk niet echt van alcohol. Dus we nemen altijd met alcohol. Maar zonder alcohol was hij eigenlijk top. Ja, echt. Het was echt, ik heb er denk ik 3 genomen. Ja, heerlijk. Heerlijk. Dus en jij hebt ook even 1 keer zonder gedaan. Te proberen, omdat ik er echt heel enthousiast over was. Het was echt heerlijk. Maar je proeft bijna geen verschil. Voor ons dan, hè, die geen alcoholliefhebbers zijn. Wat gebeurde op de snelweg? Het was dus heel raar. Je hebt zo'n invoegstreek. En wij reden... Strook. En wij reden al op 2 rechte banen. Je hebt dan 2 rechte banen op de snelweg naar rechts te gaan. En dan ging mijn lood op de derde linkerbaan. Dus eigenlijk om naar links te gaan. En die sneed ons volledig af met een, nou ja, een snelheid. Dus niet normaal. Echt zo'n grote bus. Dus maar die moest gewoon vol op de rem soort van. Omdat die auto maar niet... Terwijl ik gewoon al hard reed voor links. Dus het is niet zo dat ik een oud omertje ben dat je niet begrijpt waarom ik links rijd. Maar het was eigenlijk 2 linkerbanen en dit voor links. En hij gaat gewoon... Maar je reed al 100 en hij reed echt 100 nog wat om er langs te zitten. Maar hij ging andere ook... auto's moeten ook op. Moest ook die op andere auto's gingen ook allemaal tuten. Dat eigenlijk verder ook weer. Dus het was echt allemaal lood. Dus... Of hij had een zwangere vrouw in de auto die moest vallen. Dan kan ik nog wel. Er was haast bij. Want het was niet normaal. Maar dat gebeurde dus. Altijd opletten in verkeer. Even kijken. Wat hebben we allemaal gegeten bij een kort waar die mag eten? Nou, wat ik inmiddels wel eet, waar ik heel blij mee ben, is gewoon gamba's. Gamba's waren sowieso al mijn to die voor. En dan zeggen we continu als ze heel goed doorbakken zijn. Ja, ze hebben daar sperziebonen met panko eromheen. Paneermeel. Paneermeel met truffelmayo. En dit was niet zelf vers bereid met rauwe ei. Dus dat mochten we ook. Of dat mocht jij ook. Spinazie salade met truffel. Wat ik echt die bak meer. Sushi, gewoon Ebi Shrimp, California krab mag ik gewoon nog steeds. Sushi rolls heb ik gegeten. En helemaal daar. Want we zijn gespecialiseerd in de visrestaurant. Dus het is top. Toppe vis, dus nog steeds geen rauw eentje. Maar dat mag dus wel. Heel veel edamame boontjes, gyoza'tjes, loempiaatjes. Kan eigenlijk best wel veel. Spare ribs. Kip en gamba's eet ik nu voornamelijk het meest. Het enige wat je heel erg miste was, je kreeg bij Encore een lekkere broodtipje met makreelsalade. En die mocht ze dan weer niet. Nee. Maar ook die was gerookt. Dus die mocht je volgens mij uiteindelijk wel. Maar Marie is gewoon heel voorzichtig met dat ze eet. Denk ik ga gewoon een half van filet mignon nemen, een broodje en spuug ik het weer uit. Voor de smaak. Maar nog 3 maatjes. Dus wij zijn eigenlijk, ja, het is voor ons echt wel ruim een uur rijden. Maar Encore eigenlijk altijd wel iets langer, want je zit al toch wel een beetje vast. Ja. Maar ja, het was onze modeshow locatie. Wij vinden het geweldig eten, superleuk, gezellig. Weer. Ja, gewoon echt even, ook omdat het misschien in de buurt zit, voelt het meer als een avondje uit, ja. We gaan dan echt wel ons best doen met kleding. En als je naar Haarlem gaat, denk je, oh, doe even makkelijk, even snel, snel. Ja. Dan ga je toch wel echt je best doen met iedereen. Je hebt toch wel een beetje meer gevoel dat je buiten zit, ook iets meer verder. En voor de volgende modeshow, er is helaas geen volgende modeshow. En nee. Ook geen meet and greets, want door corona vinden wij persoonlijk zelf gaan nog niet op vakantie. We vinden dat soort dingen allemaal wat heftiger. Maar we zijn wel met familie en ik regel nog wel de baby shower. Maar dat is dan wel ook met intiem. In met die groepje die we al vaker zien. En ik vind ook gewoon eng met mijn zwangerschapsstijl. Ja. Het breekt wel de tweede golf uit en je zit ergens op vakantie en je kan gewoon niet meer terug. En ik wil ook gewoon het risico nu nemen. Ook niet voor mijn ouders om me heen. Nee, maar sowieso. De corona is nog steeds niet helemaal weg. Dus wij doen nog steeds best wel voorzichtig. Wil je ook een tip meegeven? Blijf alsjeblieft wel even die afstand bewaren. Ook als je jong bent en je kijkt. Want de meeste jongere mensen nemen die worden nu besmet. Ja, het wordt wel steeds weer wat hoger. Dus let alsjeblieft op jezelf en doe geen rare dingen. Wij doen de inkoopseizoen ook met de handen ontsmetten op afstand. Onze showroom is gelukkig daar groot genoeg. Mag maar één iemand komen in plaats van dat ze normaal gesproken met meerdere mensen komen. Dus wij proberen wel zo veel mogelijk de regels te volgen. Ja, dus in dat geval doen we dus dat. Qua modeshows, sample sales houden jullie allemaal op de hoogte. En met niets. Maar we hebben nu wel een hele leuke popstore met tafel geopend. Wat eigenlijk normaal gesproken de sample sales zou hangen. Dus daar zouden jullie eventueel wel kunnen kijken. Ja, in de volgende week gaan we hier ook heen. En dan gaan we jullie meenemen wat je allemaal kan verwachten voor artikelen. Want ik krijg heel veel de vraag, wat hangt er nou precies? Dus wat ga je in de volgende week zien? Het uitetentje van onze ouders, want die zijn 26 jaar getrouwd. Ja, wij gaan naar Bataviastad, onze pop-up store Reinders. En ik krijg ook mijn box geïnstalleerd thuis in de woonkamer voor de baby. En we hebben hele gave schoenen ontvangen die we eindelijk binnen hebben. Yes. En wat je nog meer gaat zien in deze vlog is de Clean Glow. Kortingscode die wij hebben voor jullie is Reinders15 voor 15% extra korting. En we zijn heel benieuwd wat jullie van dit product vinden. Dus laat het weten onder de vlog als je dit hebt aangeschaft of hebt gebruikt of gekocht. Ook zonder ons advies. Laat het ons weten. Love Reinders. En love Stinky. Love Stinky. Mm.